ze worden opgenomen en dan zijn ze zichtbaar. Hebben jullie er naar gekeken? Hebben jullie iets gezien al? Oké. Dus Davy heeft de film dan vorige week gemaakt samen met 3 collega's. Ik zou nu willen dat ook 2 mensen van jullie dat doen en eventueel dat jullie blijven komen, dat er een soort filmteam ontstaat. Oké, jij wil dat doen? Hij heeft nu zijn camera meegenomen, maar je kan ook gewoon met je telefoon filmen, dat is goed genoeg. En je mag tot in mijn neusgat filmen. Je mag ook je collega's filmen, want de bedoeling van de les is eigenlijk dat jullie mij zoveel mogelijk om feedback vragen over alle problemen die jullie ontmoeten tijdens de les. Tijdens het naar de academie komen. Er zijn onder jullie altijd mensen die het opgeven. En vaak zijn dat heel boeiende mensen. De mensen die het opgeven, die geven het op omdat ze geen plaats vinden in het schoolsysteem. En ik probeer een antwoord te bieden voor die mensen. De mensen die het normaal gezien opgeven. Dat is heel belangrijk. In het algemeen bijvoorbeeld heb ik in mijn puntenlijst altijd een aantal Arabische namen. En die nemen nooit deel aan de examens. Ik weet niet waarom. Het is alsof die er tijdens het eerste academiejaar altijd weer uitgezift worden. Dus elk jaar opnieuw zeg ik, geef het niet op. Als het niet lukt, kom hulp vragen. Daarvoor ben ik hier. Oké, vandaag omdat jullie fotografie studeren, gaan we spreken over Max Pinkers. Mediakunst zit hier ook. Mediakunst zit hier ook. Prima, maar dat is met opzet. Vorige week heb ik de filmmensen uitgenodigd, nu mediakunst en fotografie, zodat ik meer kans heb voor filmers om de andere dingen te filmen. Oké, okay. Hoe heet jij? Noah. Noah? Noah, oké. Okay. En dan, oké, okay, jij gaat straks filmen. En hoe heet jij? Stijn, oké. Okay. We gaan dit wegzetten, want anders kunnen de cameramannen daarover struikelen. Zo, en we gaan dan nu, zeg maar. Geen probleem. Alles is oplosbaar. Trek het je niet aan. Trouwens, er zijn veel collega's, iemand heeft hier toch wel een iPhone, hè. Je moet niet bang zijn, hè? De anderen moeten niet bang zijn. Je filmt gewoon een beetje, je ziet dat iedereen kan dat toch. Je moet gewoon je telefoon stilhouden. En dan neem je deel aan de les en dat is ik zal dat ook quoteren op het eind van het jaar, omdat je geholpen hebt, hè? Dat is normaal. Hè? Het is trouwens ook een creatieve handeling en het heeft met beeldanalyse te maken. Oké, okay. Wie van jullie kent Max Pinkers al? Max is geboren in 1988, denk ik. Ik denk dat hij 32 is. En hij heeft aan deze school gestudeerd. Toen hij hier de allereerste keer was, zat hij daar achteraan op de tweede stoel van links. En dat was in 2010, 10 jaar geleden. Hij was dan 22, iets ouder dan jullie, omdat hij opgegroeid is in Azië. En dan eerst een jaar sinologie gestudeerd heeft, denk ik. Dat betekent Chinese taal in Leuven, denk ik. Het kan zijn dat ik mij vergis, maar ik denk dat het dat was. En pas daarna is hij fotografie komen studeren. Is een beetje later begonnen. En dit is een heel goede foto die hij heeft gemaakt toen hij hier nog studeerde. Hij heeft die gemaakt in 2011, toen hij in zijn tweede bachelor zat. Hij heeft die gemaakt met een man die vandaag schilder is en die Quinten de Bruyne heet. Kijk eens naar deze foto en vertel mij eens wat jullie daarin zien.
Wel, dat is een heel goede vraag. Je mag om het even wat zeggen, maar er is inderdaad een heel groot verschil tussen kijken wat er is en kijken wat jij voelt of denkt als je ernaar kijkt. Kan je als je spreekt even... Bij de toelatingsproef voor foto was dat ook een vraag altijd van ja, wat zie je en wat interpreteert je? Want dat is heel goed, dat is niet hetzelfde. Hè. Natuurlijk, interpreteren is een soort van zien. Hè. Als jij mij ziet, ja, dan zie je een oude man, kalend, met een bepaald soort kleren aan en je interpreteert mijn verschijning natuurlijk wel. Hè. Je denkt, het is zo'n man of zo'n man of zo'n man. Dus zien is altijd verbonden met interpreteren, met vertalen, met begrijpen. Maar deze les gaat er inderdaad over dat je kan proberen een onderscheid te maken tussen wat er werkelijk is wanneer je naar een kunstwerk kijkt, wat er texturaal gesproken, qua structuur, qua materie, qua techniek is. En daarnaast tussen wat de kunstenaar misschien heeft willen maken, dat is niet altijd hetzelfde. En daarnaast wat jij zelf denkt of voelt als je naar kijkt, en dat betekent eigenlijk welke verhalen, beelden, ideeën en gevoelens die textuur bij jou oproept. Zie je? Wat je interpretatie noemt, dat zijn eigenlijk verhalen die bij jou opkomen, andere beelden waar iets jou aan doet denken, gevoelens of ideeën, zie je? Of gedachten. Je begint dingen te denken. Wel, probeer daar nu over te spreken en inderdaad maak een onderscheid tussen wat je denkt dat de kunstenaar heeft willen doen, tussen wat er werkelijk te zien is en tussen wat jij erbij denkt. Kom aan, wees niet zo bang. Ja, het is wat ik in de tekst gelezen heb, van wat die u heeft gezegd al moest lezen, is het waarschijnlijk in scène gezet. Omdat je weet dat hij ook altijd met flash wilt werken. Dus naar mijn gevoel dat ja, gemaakte komt er wel uit. Ook de manier hoe dat ze daar zijn neergezet. Je ziet ook dat het is ergens een toeristische plaats en dan zijn ze daar zo ja, tussenin gezet. En het gemaakte komt ook wel in het koppel vaak. Is het ook wel een idee van het is een blanke man die een Aziatische vrouw heeft. Vaak wordt daar ook al een soort van ja, bevooroordeling over gedacht van ah, jij heeft zijn vrouw. Is zijn vrouw gaan halen in Thailand of zo, of ik weet niet waar dat is getrokken. En ja, ik vind ook wel dat je dat zo een beetje ziet, dat zo dat gemaakte en een beetje geforceerd. Want ik vind niet dat ze daar heel comfortabel zitten of heel lieflijk. Ze zitten wel bij elkaar, maar je ziet dat er wel een afstand is. En alleen zijn hand die ook bij haar ligt, is zo'n beetje van, ja, het is mijn vrouw, maar ja, het voelt zo nog wat oncomfortabel, precies. Ja, dat is allemaal waar. Maar je zegt dat je kan zien, je moet een onderscheid maken nu tussen wat je gelezen hebt en wat je gezien hebt. Je doet iets dat heel veel mensen die boeken schrijven doen en dat is herhalen wat ze gelezen hebben. En je zegt bijvoorbeeld, ik kan zien dat het in scène gezet is. Hè? Hoe kan je dat zien? Vooral door de flash en de blaas. Hoe kan je zien dat hij een flits heeft gebruikt? Oké, okay, neem die masker eens even af en spreek eens luid en duidelijk, zodat ik je begrijp. Dat je op de foto ziet je de zonnestralen die op de vloer schijnen, maar op het gezicht zie je dat het kunstmatig licht is. Dat niet alleen het zonlicht. Maar kan je op het gezicht van de twee centrale figuren zien dat er een flits gebruikt is? Ja. Hoe? Je bent daar niet mee eens. Kijk eens heel goed naar hoe hun gezichten eruit zien. Iedereen, kom aan de andere, wees niet bang.
Jullie gaan niet gestraft worden als jullie... Ja, kom aan. Ik vind dat je ziet dat een beetje in scène is gezet, gewoon puur door de gezichtsuitdrukkingen van de twee mensen. Ja, moest ik spontaan op een foto staan, zou ik niet zo geforceerd in de camera kijken. En zo een soort van grim geven dat het niet echt een lach is, maar ook zo niet echt... Allee, ja, dat je weet wat ik bedoel, maar... Ja, oké. Je hebt gelijk. Jij spreekt over enceneren nu, poseren. En dat is niet belichten. Zij sprak over belichten. Ja, als ik naar deze projectie kijk, dan begrijp ik waarom ik denk dat er een frits op haar gezicht valt. Die projectie is totaal vertekenend. Haar gezicht is in het echt helemaal niet overbelicht. Dus in de werkelijke foto zijn beide gezichten van de centrale figuren zeer zacht belicht. Je kan niet zien dat er een flitslamp gebruikt is. Je weet dat er artificieel licht gebruikt moet zijn, omdat hun gezicht heel mooi en zacht belicht is, maar je kan geen weerkaatsing van een flits zien. Wat wel zo lijkt hier. Dus jouw, wat je zei klopt, als je kijkt naar, ja, het gezicht van de dame is zeer vlak, hè? Maar in werkelijkheid niet. Nu, je kan wel zien dat het artificieel belicht is, maar niet aan een weerkaatst flitslicht in de werkelijke foto, maar aan iets anders. Waaraan kan je het zien? Kom aan, fotograaf. Jij kijkt naar mij, maar je moet naar daar kijken. En dan iets zeggen. Je neemt je masker af en je zegt iets. Allee, zeg het. Nee, hier, zeg het. Zeg het, om het even wat. Je zegt bijvoorbeeld, ik weet niet wat ze... Annie, kom aan. Ik weet het niet. Oké, dat is goed. En jij? Ja, eerder dat ze centraal voor de camera zijn gezet. Dat gaat over enceneren, dat gaat niet over belichten. Je moet de twee dingen goed uit elkaar houden. Hij heeft over enceneren gesproken en gezegd, ze zitten er precies een beetje artificieel bij, ze kijken vreemd, dat is allemaal waar. Ja, jij... Is het de boom op de achtergrond die veel te donker is in verhouding met de rest van de foto? Ja, er is duidelijk iets aan de hand en zeer leesbaar aan de achtergrond, hè? Ja. De achtergrond aan de rechterzijde is zeer donker. Wat zeg je? Dat de achtergrond veel te donker is in verhouding met de voorgrond. Als dat een natuurlijke belichting zou zijn. Of er moet een schaduw ergens toevallig op de achtergrond invallen of zo, omdat er een groot gebouw naast staat, maar ik denk niet dat dat het geval is hier. Duidelijk een van de dingen die je kan zien als een parameter, dat klopt. Er gebeurt zeker iets op de achtergrond in het contrast tussen de rechterzijde en de linkerzijde. Kan jij dat daar op je scherm zien? Kan je beter zien daar? Ja, ik moet er zo'n ding kijken. Ja, ja. Zie je? Ah ja, mag ik dat eens even tonen aan je collega? Kijk. Hier. Zie je haar gezicht? Het is niet overbelicht. Zie je het? Of niet? Ja. Oké, ja. Dankjewel. Probeer eens, vertel eens iets. Wat zie jij? Jij die de foto beter kan zien. En zeg eens, spreek luid, ook voor de anderen die achteraan zitten. Ik ga er even mijn masker op zetten. Ik vind niet dat ze... Ik weet niet, maar ik zeg nu gewoon wat ik zie. Ik kan ook verkeerd zitten. Is in vergelijking met de man op de achtergrond... dat zij precies geen schaduw hebben. En normaal gezien, als je in de zon zit, heb je altijd je nek en heel goed. De rest. Heel goed. Dat is zeker zo met die twee gezichtjes in het midden, daar en daar niet. Oh. Oké, nog iemand. Allee, jij ook. Nee, zeg iets. Als je iets zegt dat verkeerd is, dan ga je eraan, dat weet je. Bliksem. God, reken direct met jou af. Allee, kom aan, man. Spreek. Bijvoorbeeld, op die man in de achtergrond, zijn gezicht is in de schaduw, dus ik veronderstel dat de zon op dat moment dat 's middags is en dat die zo staat. Maar bijvoorbeeld die steen waar dat ze op zitten, ik snap dan niet hoe dat de zon op zo'n verticaal vlak kan schijnen. Als ik ervan mag uitgaan dat de zon helemaal hoog staat. Ik
Er is één ding waaraan ik dat altijd zie meteen, dat er artificieel licht is en Max doet dan met opzet. Kijk eens goed. Ah, ja, zeg eens iets. Als je niet weet wat je moet zeggen, dan zeg je om het even wat. Zeg bijvoorbeeld, ik hou van artichokken, dat is ook. Zeg maar iets. Ik vind gewoon lekker dat het alsof lijkt dat de persoon uit een boekje gesneden is en dan gaat plaatsen op de foto. Welke persoon? Die persoon rechts, en die ligt op zijn rug en de persoon achteraan. Nee, dat heeft lekker zo'n fotostudio gevoel. Ja. Oké, dat is goed. Allee, nu jij. Ik denk dat het wel artificieel belicht is, want je ziet dat de benen van het meisje en van meneer echt veel feller zijn. En niet dat die minder gebruind zijn, zal ik maar zeggen, maar je ziet echt wel dat dat feller belicht is. En ook het hoofd en de meneer. Terwijl dat die meneer die daarnaast aan ligt, dat dat wat minder is. Er is iets anders waaraan je veel beter meetbaarder kan zien wat er gebeurt, ja. Het is goed wat je zegt. Het was allemaal goed, hè? Prima, hè? Chico Bello, hè? Maar je kan het nog beter zien. Ja. Misschien heb ik niet goed nagedacht erover, maar het is lekker alsof dat de schaduw tegen de zon gaat, of niet? Je bent heel goed bezig. Je moet naar de schaduw kijken. Ja, jij van achter, jij hebt nog niet gezegd. Of nee, eerst, wacht, wat was je naam weer? Tikke. Stijn. Stijn, ja. De lichtrichtingen zijn gewoon heel verwarrend. Je ziet de schaduw deze kant op gaan, maar je voelt dat het in het gezicht belicht is, maar daar is het donker, daar is het van je... Oké, heel goed. Ja, daarachteraan. Ja, maar ga nog verder, je denkt verder. Wie heeft nog niks gezegd? Jij hebt nog niks gezegd, zeg iets. Kijk naar schaduwen. Jij, jouw beurt. Wees niet bang. Wees iets wat je te bieden, want straks gaat er een hand wijzen en ik weet niet wat je... Als je niet weet wat je moet zeggen, moet je zeggen artichok. Ja, ik weet ook niet wat ik moet zeggen. Oké, prima. Ja. De zon staat dus aan die kant, omdat de schaduw zo valt. Ja. En bij hun staat dan meer centraal. Dus denk ik dat er daarom artificieel licht is gebruikt. Kijk, jullie kijken en jullie denken. Jullie denken, oh, dit is een raadsel dat ik moet oplossen. Nee, je moet kijken. Jullie zijn fotografen en mediakunst. Pico's, ja. De linkerkant van de achtergrond is veel verder belicht dan de rechterkant. Dat is waar, dat heb je er straks ook al gesuggereerd. Ja. Kijk naar de schaduw. Kom aan, daar achteraan, doodsbang dat ik jou ga aanwijzen. Wat is rechts onder in beeld? Je hebt dan zo rechts onder in beeld. Heb je een schaduw? En één lijkt veel lichter als de donkerder. Dus ik denk dat er zo twee schaduwen over elkaar vallen. Dat het daarom kijk naar de schaduwen rechts onder elkaar. Wie heeft nog niks gezegd? Ja, jij hebt nog niks gezegd. Ja. Kijk naar de schaduwen hier, kijk niet. De iedereen kan het zien, je moet gewoon durven kijken. De schaduwen in de voorgrond zijn niet logisch. Kijk eens beter. Kijk, wees niet bang. Je denkt de hele tijd, ik kan het niet, ik zie niks, ik ben waardeloos. Kijk naar de schaduw. Kijk, je kijkt niet. Nee. Ik zie u angstig naar mij kijken van, gaat er blijven mij zo ambeteren of? Je kijkt dus niet. Ja? De schaduw van de palmboom. omdat het is eigenlijk, tot waar dat zij gefotografeerd zijn, is het eigenlijk donker. En dan vanaf dat punt, ik ga het nu op mijn laptop doen. Het is eigenlijk, hier is het helemaal donker, maar vanaf... Het punt dat ze gefotografeerd worden, is er een ja, dat kan je zien. Ja. Er is een soort lichtplek voor hun voeten, waar precies de schaduw van die ware palmboom opgevreten wordt. Jij, wat had jij gezien? Ja, ik zei dat... dat klopt waarschijnlijk niet, maar dat je de schaduw van de boom op de achtergrond niet kunt zien of zo. Ja, dat is goed. Je moet kijken, begrijpen, en iets begrijpen, dat is eigenlijk allemaal mogelijke betekenissen projecteren. Dat is het. Als jij een tekst in het Grieks of zo moet lezen en je kent maar 17 Griekse woorden, de manier om dat te doen is je afvragen waarover zou deze tekst kunnen gaan. En dan checken of dat klopt met die 19 woorden die je kent. Er was een heel beroemde kunstcriticus,
Ernst Gombrich, die dat in de Tweede Wereldoorlog moest doen, die moest de hele oorlog lang luisteren naar boodschappen van de nazi's. En dat probeerde te begrijpen. En hij zat zo in een bureau waar honderden mensen zaten die naar dezelfde berichten luisterden. En ze mochten niet met elkaar spreken. En eigenlijk wat ze allemaal afzonderlijk moesten doen, was veronderstellen dat het misschien ging over het opblazen van een brug boven Arnhem. En dan luisterden ze, het gaat over het opblazen van... Ah nee, toch niet, dat kan niet. Het gaat precies over koeien. Zie je? En ze mochten niet met elkaar praten, want anders zouden ze elkaar beïnvloeden in het mogelijk interpreteren van onverstaanbare geluiden. Het grappige is dat de countryzanger Johnny Cash dat ook gedaan heeft. Toen hij zijn legerdienst in Duitsland moest hij ook zijn boodschappen beluisteren. Ik denk van de Russen. En omdat dat een hele grote verhalenverzinner is, kon hij dat goed. Oké. Los daarvan moet je natuurlijk ook naar de klank luisteren. En hier is een beeld. Je moet naar het beeld leren kijken. Hoe meer... Ja? Misschien een domme opmerking, maar je ziet de schaduw van de mensen van de foto die erop zitten. Het zou toch raar zijn als ze daar een schaduw is, terwijl de boom zijn schaduw naar de andere kant uitwerkt. Ja, maar hier, al die dingen zijn waar die jullie zeggen, maar er is één ding dat veel meetbaarder is. En jullie zien dat niet omdat jullie niet kijken. Hoe meer, hoe langer jullie opgeleid zijn in het kunstonderwijs, hoe minder jullie kijken. Ze hebben jullie wijsgemaakt dat kunst iets te maken heeft met ideeën die vertaald moeten worden. En jullie hebben niet geleerd te kijken. Het meest meetbare moment in de hele opstelling is de donkere schaduw van de benen van de man in vergelijking met de lichte schaduw van de benen van de dame. Dat kan niet, hè. Er kan niet zo'n groot verschil zijn tussen beide schaduwen als die naast elkaar zitten. Daaraan kan je zien dat er meer licht op de dame gegooid wordt. En dat vertaalt zich natuurlijk in die lichtvlek die de palmboom opvreet, in... haar bijna overbelicht zijn en zo verder. Maar daar kan je het gewoon zien. Nu, in vrijwel elke foto van Max is er zo'n moment waar je het kan zien. Zien. Hij maakt het zichtbaar. Begrijpen jullie dat? Ja. Kun je dat toch ook extra, kun je dat ook zien aan de brillendoos dat in de man zijn zak zit? Dat er een reflectie op valt van het licht wordt door dat best op de naam van de linkerkant uitkomt. Wat zit er in zijn zak? Een brillendoos. De reflectie dan. Je weet de lijn. Ja, ik kan dat niet zien. Ik heb mijn bril niet, ik kan dat niet zien. Maar er zijn een heleboel verschillende ogenblikken waarop je het kan zien, maar de schaduw is het meetbaarst. Begrijp je dat? Dat is het ogenblik waarop een kunstenaar in zijn of haar werk reflecteert over het medium zelf. Beeldhouwers doen dat, schilders doen dat, en daar geef ik les over. Dat heet, ze noemen dat met een moeilijk woord, metakunstwerken. Kunstwerk, dat heel bijzonder is, neemt meestal ook stelling over wat het is een kunstwerk te zijn of een bepaald soort kunstwerk te zijn. Bijvoorbeeld vanochtend als grap liet Vincent Bilot een song van Bob Dylan horen, want hij zei dat er vandaag om 11:30 nu dus bekendgemaakt wordt wie de Nobelprijs literatuur krijgt. En 4 jaar geleden was de Bob Dylan toen ik deze les aan het geven was en iemand zat op zijn telefoon en zei: meneer, wat vindt u ervan dat Bob Dylan de Nobelprijs literatuur heeft gekregen? En dan heb ik 1,5 uur les gegeven over Dylan. Maar daarstraks was er een man op Radio 1 en die zei: ja, Dylan, dat is toch een fantastische dichter. Hij heeft de Nobelprijs zeker verdiend. Luister maar naar de volgende song. En in die volgende song zong Dylan alleen maar la la la. La 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 la, zoiets. Het heet The Man in Me, het liedje. En hij zingt ook Oh How Wonderful It Feels. Wat, dat er een man in hem zit of zo, dat weten we niet goed waarover het gaat, maar hij zingt alleen maar la 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 la. Wel, dat is eigenlijk een metawerk.
Dat is een zanger, een beroemd zanger, die zegt, kijk, ik word beschouwd als het geweten van mijn generatie en ik moet altijd fantastische, diepzinnige songs maken. Nu zing ik alleen maar la 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 la. Dat zegt iets over wat een song is. Is het dan minder een song, omdat er zogezegd geen inhoud is? Of is de inhoud de vorm en maakt la 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 deel uit van de vorm die de inhoud is? Zien jullie? Dat kan je hier zien. Nu, ik kan vandaag nog een beetje meer lesgeven over Max. Jullie zouden werden geacht te lezen. Hebben jullie, naar aanleiding van wat jullie hebben gelezen en misschien op zijn website bekeken, een vraag? Een commentaar? Iets dat jullie eraan toe willen voegen? Een kritiek? En als jullie dat niet hebben, hoe komt dat? Mensen die per se echt kritiek moeten op hebben, omdat ze het niet echt begrijpen of zo misschien. Nee, maar ik bedoel, jullie zijn, ik weet niet, maar aan 18 of 19, jullie gaan fotografie studeren. Willen jullie dan, hebben jullie alles begrepen dan als jullie dat gelezen hebben? Is er geen enkele vraag die bij jullie opkomt? Ja. Om in te spelen op wat Thibault zei, dat er zeg maar een wisselwerking is tussen de twee autoriteiten, van de autoriteit van de kunstenaar over het werk, maar ook van het publiek die daarop reageert, om het zo te zeggen. Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, maar je mag het nog eens zeggen. dat zeg maar, de kunstenaar die het kunstwerk maakt, een bepaalde autoriteit heeft over dat kunstwerk, maar dan in een andere categorie niet direct gelinkt aan de kunstenaar of zo, of wacht, ik weet niet hoe ik dat moet verwoorden. Maar het publiek, de ontvanger, de persoon die het werk consumeert, heeft ook een bepaalde autoriteit als in de wisselwerking en waarin dat het werk tot ontvangst wordt genomen. Want, allee ja, daarvoor is het nog altijd bedoeld. Dus, en als het bedoeld is voor het publiek, heeft het publiek, zeg maar, wel iets te zeggen. Ah, dus je wil... wat Thibault zegt, nuanceren. Ja. Oké, ik begrijp het. Ja, Thibault zegt, en ik neem aan dat je verwijst naar mijn woord kritiek. Mm-hmm. Ik heb, waarom zou je kritiek hebben? Dat is een zeer goed standpunt. En dan zegt jouw vriend, ja, maar het is toch voor ons bedoeld. Veel misverstanden stapelen zich meteen op. Als ik bedoel kritiek, bedoel ik geen kritiek op Max, maar op mijn tekst. Op onze benadering, op wat wij zeggen, eventueel op wat hij denkt. Misschien is wat hij denkt niet in overeenstemming met wat hij maakt. Maar ik bedoel vooral op mijn tekst. Hè. Kritiek betekent eigenlijk in mijn ogen een soort formuleren van een ander gezichtspunt. En de wereld is benaderbaar vanuit heel veel gezichtspunten. Bijna elke persoon kan iets op een andere manier benaderen. Ja. Iets wat ik opmerkelijk vond in de tekst anders, is een deeltje waarin dat Max zegt van dat het soms bij fotografie van een bepaald onderwerp het meer over het maken van de perfecte foto gaat dan het onderwerp in beeld brengen. En dat vind ik... snapt u? Ja. Weet u wat dat kan? Ja, dat is heel bijzonder natuurlijk. Hè? In de jaren 80 was er bijvoorbeeld een skatecultuur waarin zo blaadjes werden uitgegeven en ook cassettes verspreid en die fotografie was crappy, slecht, vaag, zwart-wit, gekorreld. Er is geen enkele reden waarom een foto scherp zou moeten zijn, er is geen enkele reden waarom een foto noodzakelijk een moment decisief zou moeten bevatten en zo verder en zo verder. Maar voor Max ging het er vooral over
dat hij werd opgeleid tot documentaire fotograaf hier aan deze school. En hij merkte op dat bekende foto's, World Press foto's, bekroonde foto's, beroemde foto's, dat die vaak op andere foto's leken. En zeer vaak ook op schilderijen, bekende schilderijen. Ja. Oh ja, dat is een beetje het probleem dat ik zelf ook ervaren van in hoeverre kun je nadenken over compositie, kleur, perfecte moment en kun je stilstaan bij een bepaald iets zonder dat je het beeld ervan dat je wilt overbrengen verliest. Wat is de zeg maar, balans tussen de technische aspecten en het pure wat dat je wilt overbrengen? Ik zou daarop antwoorden dat er eigenlijk in, als kunstenaar ben je eigenlijk niet bezig met iets over te brengen. Dat is een misverstand. Een kunstenaar maakt iets. Dat is een maker. En waarom maken die dat? Wel, daar straks zei je voor het publiek. Wel, meestal voor zichzelf. Meestal maken die iets omdat ze dat zelf willen zien. Omdat het er nog niet is. Omdat ze het missen. Dus Miles Davis die heeft geprobeerd 5 keer een nieuwe klank te creëren tijdens zijn muzikale carrière. En elke keer ging het om een klank waarvan hij het gevoel had dat hij die moest kunnen creëren. En hij ging dan muzikanten zoeken in functie van die klank die hij wilde creëren. En hij ging daar dan naar op zoek. Maar er was een zeer groot verlangen iets te maken dat nog niet bestond. Omdat hij er behoefte aan heeft. Ja? Ja, ik denk dat dat vooral, allee, zeker, en ik weet niet voor andere dingen, maar als fotograaf maak je in mijn ogen een foto omdat jij op dat moment iets ziet wat dat je aandacht trekt. Ja, maar dan kom je natuurlijk terug bij je vriend, hoe heet jij? Noah, sorry, ja, je hebt het nu al eens gezegd. Je komt terug bij Noah dan, die zegt, we willen iets overbrengen. En zij, maar wacht even, wacht, want het wordt heel ingewikkeld. Als we terugkijken naar hem, dan zegt hij, ja, in hoeverre mag je bezig zijn met vorm, gaat dat niet ten koste van wat je wil mee overbrengen? Geef mij een seconde. En dan antwoord ik, wel, als je gewoon iets wil maken, dan mag je alleen maar met vorm bezig zijn. Dat is mijn verzwegen antwoord. En nu zeg jij daarop? Ja, ik als kunstenaar, omdat je zei van, dat je dat voor anderen maakt. Maar, ik zei dat niet. Nee, hij zei dat. Ja, hij zegt dat, ja. Hij zei van, als kunstenaar maak je een kunstwerk omdat je dat gewoon wilt maken. Omdat je behoefte aan hebt? Ja, wel, en dat is ook mijn ding van, als fotograaf, en je ziet iets of zo, dan in mijn ogen ga ik die foto nemen omdat ik die foto wil nemen. Niet omdat ik denk van, ik ga dat aan anderen kunnen geven. Oké, dus je bevestigt wat ik zeg. Ja, omdat dat inderdaad iets is wat jij op dat moment ziet, wat jij belangrijk acht of een detail dat je ziet en je wilt dat vastleggen. Maar ik denk als je een stap gaat zeggen van ja, ik ga die foto maken omdat ik dat wil laten consumeren door andere mensen, dan verliest je in mijn ogen een beetje het ding waarom dat je foto's maakt. Ja. Dat denk ik ook. Maar Noah heeft wel gelijk als je denkt aan documentaire fotografie, reportagefotografie, omdat daar de achterliggende idee is, er gebeurt iets in Zambia of Gambia en in Borgerhout weten ze dat niet, ze kunnen dat niet zien, dus ik ga dat proberen te registreren. Dat kan ook zo zijn met de dieren die in de zee leven of spinnetjes die rondvliegen op 10 kilometer hoogte. Je wil dat vastleggen, je wil dat registreren, je wil dat tonen. En dan natuurlijk is de vraag, in hoeverre mag mijn aandacht gaan naar de esthetica of de vorm? Zal dat uiteindelijk niet ten koste gaan van wat ik wil doen? En dat was het uitgangspunt voor Max. Die zei, ja, ik wil graag berichten over dingen die er gebeuren. Bijvoorbeeld in Thailand, het feit dat veel jongens zich laten ombouwen tot meisje. Dat is het onderwerp van deze reportage. En ik wil daar iets over berichten. Ik wil ook mooie foto's maken.
Dus ik los het probleem dat Noah omschrijft, namelijk dat de vorm ten koste kan gaan van de inhoud, op door alle verwachte vormelementen te overdrijven op zo'n manier dat de mensen zien dat ze subjectief zijn en dat ik ze toevoeg aan het onderwerp. En natuurlijk, het mooie daaraan is dat dat hier overeenstemt met het onderwerp van de reportage. Omdat mannen die zich willen laten ombouwen tot vrouw in Thailand, dat weliswaar doen met een soort van tolerantie, omdat er al een traditie was van de katoi, zich vrouwelijk gedragende mannen in het verleden. Dat is vermoedelijk een van de redenen waarom het in Thailand makkelijker gaat. Het wordt sneller sociaal geaccepteerd. En in die zin kan dat een reportage zijn over het feit dat veel mannen in de wereld zich graag zouden laten ombouwen tot vrouw, maar dat niet kunnen omdat dat in Rusland niet zozeer gesmaakt wordt als in Thailand. Maar de reportage gaat natuurlijk ook, zonder dat ergens expliciet te maken, over het feit dat sommige mannen dat doen om zich te prostitueren. Of, omgekeerd, dat ze zich prostitueren om het ombouwen te kunnen bekostigen. Waardoor de reportage ook gaat over de seksindustrie. En dan begrijp je de zin van deze foto en zijn totale structuur. De foto is geanceneerd en dat kan je misschien niet zozeer afleiden uit de pose van de mensen, want het zou kunnen dat hij ergens een koppeltje heeft aangetroffen die eventjes zo voor hem poseren. Dat hij ze daar speciaal naartoe gebracht heeft, kan je niet zien. Of de man die daar ligt, daar op zijn verzoek ligt of niet, dat kan je ook niet zien. Of de mannen die daar achteraan zitten, door hem geregisseerd zijn, dat kan je ook niet zien. Maar wat je wel kan zien, niet denken, is dat er een verschil in lichtkwaliteit is tussen de twee gezichten van de centrale figuren en de overbelichte, vettige, bleke, rood verbrande sekstoerist die van achter de muizenval inloopt. En dan begrijp je dat de structuur van de foto is: hij is geanceneerd en dat kunnen we zien aan het verschil tussen de harde en de zachte schaduw naast de benen van de centrale figuren. En vermoedelijk is hij in zijn geheel geanceneerd als een soort val om de sekstoerist op de achtergrond te kunnen fotograferen in een context. En dus een foto te maken die zowel bericht over het sekstoerisme als over de mogelijke intimiteit tussen iemand en een ladyboy, als over een soort verlangen naar schoonheid in de wereld in het algemeen. Want hij probeert wel een heel mooie foto te maken. En hij probeert een mooie foto te maken die niet ten koste gaat van zijn onderwerp, maar juist zijn onderwerp versterkt en herhaalt in zijn eigen vorm. Kunnen jullie dat zien? Nu, Max heeft dit kunnen doen toen hij hier studeerde, in 2BA, dus, en hij was amper een jaartje langer aan het studeren dan jullie. En hij wat Max eigenlijk gedaan heeft en hoe hij op het idee gekomen is van dat zo te doen. Kennen jullie Jeff Wall al? Nee? Dat is een Canadese. Ja? Zoals dat zo alles aanzijn, maar de fotograaf is altijd heel groot aanzijn beelden. Ja, dat is een Canadees fotograaf en zijn werk. Dit is zijn allereerste foto en dit is een hele bekende foto. Dat is zo een man met zo, die in een ruimte woont met duizenden lampen. Dat lukt het weer niet. Dit is ook een zeer belangrijke foto. Dat is de eerste die ik van Jeff Wall heb gezien.
En dan een zeer goed voorbeeld is deze foto. De storyteller. Die hierop gebaseerd is, zie je, op een schilderij van Manet, Le Déjeuner sur l'herbe. En Max heeft ook zo'n déjeuner gemaakt. Ik kan het hier zoeken. Lotus. Kijk, bij deze foto hier zie je... Hier zie je een statief met een flits, zie je? Oké, next. Hier, zie je? En ook hier zie je weer wat ik er straks zei. Namelijk dat de huid van de mensen is mooi uitgelicht, zoals in reclamefoto's, zie je? En dat is het eerste wat mij aantrok in het werk van Max, dat de mensen die hij fotografeert als mensen benaderd worden en niet als onderwerpen. Ik voelde meteen een soort tederheid in al zijn foto's. Dus je kan zien dat ze zeer zacht uitgelicht zijn, dus dat er artificieel licht is gebruikt en daaruit zou je kunnen afleiden dat de scène geënsceneerd is, daar ben je niet zeker van. En dan gebeurt er iets onverwachts, zoals het opvliegen van de duiven. Dat is le moment décisif dan, maar echt op een bijna karikaturale manier. En tegelijk toch zeer poëtisch. En dat is zoals die sekstoerist die de eerste foto kan binnenwandelen. Dat zijn die vogels die opfladderen. Die kan je niet regisseren, je kan dat niet enceneren, je kan alleen maar hopen dat het gebeurt en dan op tijd ingrijpen. Ja? Weet iedereen wat le moment décisif is? Wie weet het niet? Oké, dat is zo'n begrip van een fotograaf, Henri Cartier-Bresson. En zijn beroemdste foto is een foto van een man die over een plas springt. Die zweeft over een plas. En Bresson zei, je moet altijd het beslissende of het besliste moment kunnen vatten. Dat begrijpen we. Natuurlijk, voor iemand dat heeft geformuleerd, bestaat het nog niet. Hè? Sinds Cartier-Bresson dat heeft geformuleerd, noemen we dat zo. Le moment décisif. En inderdaad is het heel leuk als hij mij kan filmen op het moment dat deze afstandsbediening uit de lucht valt, op, en het licht gaat uit en de brandweer begint te loeien. Mm-hmm. Annuleren, hoe gaan we dat doen? Heb ik het nu geannuleerd? Welke is actief? De gele of de blauwe? De gele, ja. Oké, ik activeer hem. Enfin, nu hebben jullie allemaal gezien wat de moment décisif is, want hij heeft het gefilmd op het moment dat alles instortte. Dan, oké, dit is Jeff Ball. Dat is een heel beroemde foto van hem, zie je. Dat is een déjeuner sur l'herbe die zich hier afspeelt in de linker benedenhoek. En dan krijg je andere situaties, architectuur en een stedelijk landschap, of althans... geen park meer in de 19e eeuw in Parijs, maar een andere situatie. En Jeff Wall enceneert al zijn foto's. En ze werden ook altijd voorgesteld in lichtbox. Ja, dat valt ook.
wat zeg je? Heel vaak heel groot, niet altijd, maar wel als je dat in een museum ziet, is dat vaak heel groot, maar dat kan ook kleiner zijn. En ja, dus omdat er licht achter zit, is het heel sterk, heel mooi om te zien. Maar het kenmerk is vooral dat het de beelden zijn dingen die Jeff Wall heeft gezien, of het zijn beelden uit de kunstgeschiedenis, zoals hier. Het gaat altijd over beelden die we min of meer die een soort concrete aanleiding hebben en die hij dan enseneert in artificieel licht. Dan is er een andere fotograaf die ook heel bepalend was voor Max, en dat is deze man. Je ziet hier, en deze man die maakt foto's in de openbare ruimte die hij niet enceneert, maar wel artificieel belicht. Dus wat Max heeft gedaan met Quinten is de benadering van die beide mannen combineren. In de openbare ruimte werken met mensen die daar zijn, niet met acteurs in het algemeen. En dan telkens op een andere manier improviserend naar gelang van de reportage in de openbare ruimte, half geënsceneerd, half niet geënsceneerd, met mensen die daar zijn, artificieel belicht, foto's maken die dan kunnen berichten over een bepaalde problematiek. Bijvoorbeeld zijn laatste boek, zijn laatste boek, dat heeft gepubliceerd, want het allerlaatste is nu in de maak. Dat is een boek dat iets vertelt over het wankele statuut van de waarheid in de Verenigde Staten en over de onmogelijkheid in de pers te weten te komen of iets waar is of niet. En ook, net zoals in die documentaire over de Thaise ladyboys, over het feit dat de levens van mensen beïnvloed worden daardoor. Deze foto maakt deel uit van die reeks en dat is een foto die hij heeft gemaakt met acteurs. Dus het is hij noemt dat een World Press foto. Een foto die makkelijk bekroond kan worden, omdat hij zo mooi vastlegt hoe ontroerend het is om als meisje afscheid te moeten nemen van je stoere GI. Maar dat is gewoon helemaal in scène gezet, artificieel belicht met acteurs. Zo heeft hij een aantal gemaakt. En wat ik ook kan vertellen over de 5 of 6 boeken van Max die er nu al bestaan, is dat hij altijd verschillende benaderingen gebruikt, visuele en textuele benaderingen, en die grafisch naast elkaar plaatst en door elkaar vlecht in zijn boeken, en altijd anders. Dus bijvoorbeeld heeft hij voor zijn tweede boek, toen hij in het derde jaar zat, The Fourth Wall, en dat is ook, daar zijn foto's bij waarmee hij hier is afgestudeerd. Voor dit boek wou hij een reportage maken over de manier waarop Bollywood de levens van mensen in India beïnvloedt. En net zoals bij Lotus is hij eerst ter plekke gegaan om een mislukte reportage te maken. Hij was ook voor Lotus al 1 keer in Thailand geweest en hij was er dan niet in geslaagd om foto's te maken die hem tevreden stelden. Dan is hij teruggekomen, dan heeft hij een lezing bijgewoond over Dirk Braakman, waarin Dirk Eelbode, die samenwerken met Braakman, uitlegde dat Braakman met opzet de weerspiegeling van zijn flits in zijn foto's opneemt als signatuur en om te zeggen, dit is Braakman of dit is artificieel belicht, zie je? En dan begreep Max, aha, we kunnen dat ook zo doen, we kunnen onze foto's signeren. Expliciet maken wat we eigenlijk doen, dan is hij teruggekeerd.
Hier ook. Hij is eerst naar Bollywood gegaan, is dan aan die studio's gegaan, is daar allemaal die coulissen beginnen fotograferen en die figuranten die daar rondlopen, maar dat werkte niet. En dan heeft hij gezegd, oké, ik ga gewoon in de openbare ruimte plekken zoeken die lijken op coulissen in een Bollywood studio. En dan ga ik aan toevallige voorbijgangers vragen of ze niet een scène uit een film willen spelen voor mij. En hij hoefde daarvoor bijna niets te doen. Hij zette gewoon zijn statief. Hij probeerde een beetje aan het licht te werken. En vanzelf kwamen er altijd mensen opdagen om te vragen of ze hem niet konden helpen. Ik heb met Max en zijn vrouw Victoria een week rondgereisd in Californië. Omdat ik wou kijken hoe hij die dingen deed. En daar werkte dat helemaal niet. Als je in de Verenigde Staten iemand op straat tegenkomt, is dat iemand die heel arm is en aan het bedelen is, ofwel iemand die zeer snel ergens naartoe moet. Je kan bijna niet met iemand iets in de straat doen. We hebben het één keer geprobeerd in Compton en we zijn moeten wegvluchten. We hebben het ook één keer geprobeerd met een man op een brug ergens, maar dat was heel stroef. In India gaat dat wel omdat de mensen daar meer op de straat leven en ook geïnteresseerd zijn en niet zo dringend ergens naartoe moeten om daar stofzuigers te gaan verkopen of zo. En zie je, je ziet hier een zeer mooie belichting, je ziet een vreemd gebaar, een geboorte of zo. Gespeeld door mensen die daar gewoon zijn, hier ook. Hier zie je een flitslichtje à la Braakman. Niet zoals Braakman, maar verwijzend naar Braakman. En zo verder. Daarna, het jaar nadien, heeft hij een reportage gemaakt over de opvattingen over liefde in India. En dat geplaatst naast het feit dat er heel veel jonge mensen zijn die moeten wegvluchten als ze verliefd zijn, omdat ze uit verschillende kasten komen of omdat ze een verschillende godsdienst hebben. En dan heeft hij een reportage gemaakt over een groepering die die mensen verstopt en tegelijkertijd geprobeerd opnieuw beelden te maken die soort de droom van het Bollywood huwelijk en zoals dat leeft onder de Indiërs weer te geven in beelden. En dat te confronteren met het verbod op liefde eigenlijk. Of op een romantische liefde zoals die door de westerse film en ook door de Bollywood film wordt ingeblazen. Er is een soort spanning tussen de realiteit in die Bollywood films en de werkelijkheid van India. En dat heeft hij proberen weer te geven in een boek waarin je kan chats lezen met jonge mensen die op de vlucht zijn. Je ziet foto's van mensen die in zo'n schuilplek zitten. En je ziet ook foto's van een man die een kopie van de Taj Mahal in zijn tuin heeft laten zetten ter ere van zijn overleden vrouw. Nee, dat is een ander. Dit is de reeks waarover ik net sprak, over de romantische liefde in India. Krantenknipsels, gevonden foto's. Dit is zo'n schuilplek, die herken je aan de blauwe muren op de achtergrond. Is er op dit ogenblik iemand die een vraag heeft of een opmerking? Manier en zo echt zo samenwerken met de mensen die er zijn en op zo'n manier dichter bij je onderwerp te komen, vind ik een heel
aangenaam idee. Zou ik zelf ooit ook verder gaan in mijn foto's, dan zou je dat ook wel zelf graag willen, omdat je op die manier ook gewoon veel meer mensen leert kennen en veel meer inzichten vergaart dan gewoon te zeggen van ah, ik ben fotograaf en ik kom foto's trekken en poseer voor mij. En, ik weet niet, ik vond dat gewoon een heel mooi idee. En bij de foto's van Stefan van Vleteren heb ik dat ook, het is een totaal andere stijl, een totaal andere manier, maar ook ja, gewoon het persoonlijk dichtstaan bij je onderwerp. Je verstopt je wel achter je camera ergens als fotograaf, maar vanaf dat die camera weg is, voelt je wel dat je echt wel dicht bij je onderwerp staat. En ik weet niet, dat vind ik gewoon een heel aangenaam idee. Ik denk wat belangrijk is voor jullie beginners om te begrijpen, is dat Max al die dingen niet bedacht heeft achter een bureau. En ook niet allemaal begonnen heeft toen hij 19 was. Dat gaat stapsgewijs. Dus het gaat erom dat je vaak als je kunstwerk probeert te maken of wat, om tegen wat wil doen, ook als je aan wetenschap doet of je wil om tegen wat doen, je begint altijd met een verhaal. Je vertelt jezelf een verhaal. Je zegt, ik wil graag iets doen met regen. Ik hou van de regen. Je kan naar films van Akira Kurosawa kijken en daar komen altijd regenscènes in voor. Hij is de koning van het filmen van de regen. Dus, want dat is niet makkelijk om regen te filmen. Maar dat kan je verhaal zijn. Ik heb zin om regen te filmen. Ik ga dan een verhaal maken over mensen die in een modderig dorp wonen, want als de regen van de dakgoten druipt in de modder, dan kan je dat goed filmen. En dan vraag je aan iemand, zoek eens zo'n dorp waar ik dat kan filmen. En je zegt dan, dat gaat niet, want alle dorpen hier hebben een betegelde vloer of een voetpad rond het huis of een rotsachtige bodem. We gaan ergens anders moeten zoeken waar het modderiger is. En uiteindelijk vertelt je verhaal zichzelf. Er is een zeer mooie film gemaakt, de beste dogmafilm ooit, Vesten. En ik heb de scenario-schrijver van Vesten eens een lezing zien geven. En die lezing ging erover dat ze Vesten eigenlijk in een soort grote parochiezaal gingen filmen. Omdat het centraal gegeven van de film is, er is een groot verjaardagsfeest. Twee broers en een zus komen weer naar het ouderlijk huis en oude geheimen worden blootgelegd. En dus ze gingen dat huwelijksfeest laten plaatsvinden in een soort van parochiezaal. Een soort van plek waar mensen huwelijken vieren. Maar de enige plek die ze daarvoor konden vinden, had een te laag plafond, vonden ze. En dus zijn ze dan maar gaan filmen in zo'n heel groot kasteel. En direct krijgt die film een heel andere allure. Het is eigenlijk het kasteel dat de film maakt. Kijk eens naar die film om dat te begrijpen. En wat je moet begrijpen is dat je een verhaal hebt wanneer je begint en dat als je zeer zorgvuldig daarmee omgaat en zeer trouw aan jezelf probeert te blijven, dan voert dat verhaal je naar een bepaalde situatie. Dus Max wil de gevolgen van Bollywood filmen en gaat daarvoor naar zo'n studio's en begrijpt dan dat er helemaal niks te filmen valt. Komt dan eigenlijk terecht op straat. En ontdekt dan misschien bijna per ongeluk dat als je daar gaat staan met een statief en een flitslamp, dat de mensen komen vragen, kunnen we iets doen voor u? Wilt je misschien iets drinken? Heb je misschien... Er was een jonge man, zegt hij, van 12, die hem kwam aanbieden of hij geen assistent-regisseur mocht zijn. En Max heeft dan foto's door die jongen laten regisseren. Omdat dat het onderwerp was. Hoe worden ze beïnvloed door de filmcultuur. En dan geven ze zelf gestalte door te zeggen, we moeten een achtervolgingsscène fotograferen. Dus, maar dat dit ging gebeuren, kon hij niet voorzien. Ik denk dat jullie dat moeten begrijpen. Je hebt een verhaal nodig, je zet een aantal stappen om dat verhaal te verwerkelijken. En dan gebeuren er dingen die je niet kan voorzien en je moet klaar zijn om die te omarmen en daar de mogelijkheden van te zien. Zodat je uiteindelijk uitkomt
bij een eindbeeld of een eindtextuur die je niet had kunnen bedenken. Dan is de kans groot dat het iets nieuws is. Als je het vooraf kan bedenken, kan het niet nieuw zijn. Dan zal je iets gemaakt hebben dat al bestond. Nu, dit neemt niet weg dat je kan vertrekken van iets dat al bestaat en bijvoorbeeld besluiten, ik ga het opnieuw maken. Daarstraks heb ik eventjes over Bob Dylan gesproken en zo is het dat Bob Dylan zijn allereerste songs heeft geschreven. Hij had al een coverplaat uitgebracht bij Columbia Records, als de jongste kunstenaar ooit die getekend heeft bij die maatschappij. Hij had een coverplaat gemaakt en nu dacht hij, ja, nu moet ik nummers beginnen schrijven, maar hij wist niet hoe. Hij begreep niet hoe dat werkte, hij was 19. En dan had hij een vriendin en die had rijke ouders en die namen hem mee naar de opera. En daar zag hij een opera van Brecht. En in die opera van Brecht komt een zeer beroemd lied voor dat in het Engels Pirate Jenny heet. En toen hij dit lied zag, begreep hij dat wat hij kon doen was hetzelfde lied maken, maar dan op zijn manier. En ik denk dat dat lied Like a Rolling Stone is, het lied dat hij altijd zingt op het einde van zijn concerten. Dat is in elk geval een lied dat exact hetzelfde onderwerp heeft. En dat onderwerp is, of ik zal je vertellen waarover Like a Rolling Stone gaat. Dat gaat over een dame die in de goot ligt. En iemand spreekt tegen haar en die zegt, hoe voelt het nu in de goot? Hoe voelt het nu zonder uw mooi huis? Hoe voelt het nu zonder uw carrière? Hoe voelt het nu eigenlijk? En Pirate Jenny gaat over een slaaf, over een vrouw die in een havenstad werkt en ze droomt dat er zeilschepen komen, dat die verschijnen aan de einder, aan de horizon op zee, om haar te komen redden. En dat is een lied dat gaat over migranten, over bannelingen, over slaven, die dromen ooit een menswaardig bestaan te kunnen krijgen. En de ouders van Dylan, dat waren migranten. Hij moet dat gevoeld hebben. En in The Girl from the North, denk ik, een van zijn liefdesliedjes, vermoedelijk over een van zijn jeugdliefdes, The Girl from the North, The North Country. Daarin zingt hij ook dat op de plek waar hij geboren is, er koude wind staat, maar ook denk ik dat er water is. In elk geval koude wind. Ik denk dat hij dat voelt, dat hij geboren is op een plek waar het koud was, waar er water was en waar Pirate Jenny had kunnen leven. Dus, samengevat, je vertelt jezelf een verhaal. Je houdt je bezig met een ambacht, zoals fotografie, of om het even welke andere ambacht. Je probeert daar altijd beter en beter in te worden. En je hoopt dat er iets gebeurt dat jou verder brengt dan je had kunnen voorspellen. Een van die verhalen die je kan gebruiken is dat je iets bewondert en dat je dat opnieuw wil maken vandaag voor jouw leeftijdsgenoten, voor jouw generatiegenoten of voor jezelf. Gewoon omdat je denkt, zeg die Bob Dylan oude zak met dat geneuzel, ik wil nu iets hebben dat beter klinkt. En dan doe je net hetzelfde als Bob Dylan heeft gedaan, of als Miles Davis heeft gedaan, of zoals veel andere mensen hebben gedaan. Is er op dit moment iemand die graag nog iets van mij zou willen weten? En dat hoeft geen vraag te zijn, dat kan ook iets toevoegen aan wat ik zeg. Je kan denken, hij zegt al die dingen wel, maar daar zegt hij niks over. Dat moet vandaag ook gezegd worden. Zeg het dan. Ja. Je zei dat je toch met de fotograaf naar Californië wordt gegaan om
om de mensen op straat te helpen, om hetzelfde te doen, maar was u alleen naar Californië gegaan? Of was u ook naar andere staten? Ja, Max heeft de hele Verenigde Staten afgereisd met een goedkope wagen. Ik denk dat ze 6 maanden lang rondgetrokken zijn. Ja. Maar ik wilde met hem een reportage maken over verdwenen foto's van een beroemde neuroloog, Oliver Sacks. Dat was mijn plan. En we zouden onder andere het huisje gaan zoeken in Topanga Canyon, waar Oliver Sacks gewoond heeft in de jaren 60 en geëxperimenteerd heeft met drugs en zo verder. Ik wou dat huisje vinden en ik wou vandaar naar de Grand Canyon rijden, omdat Sacks dat elke vrijdagavond om 4 uur deed op zijn motorfiets, met een statief en een camera opgebonden. Hij beschrijft dat in zijn autobiografie en hij heeft een doos vol foto's gemaakt die allemaal verdwenen zijn, behalve 6. En ik wou proberen met Max die foto's te reenacten. De foto's te maken die verloren gegaan waren. En daarom zijn we een week hebben gewerkt in Los Angeles en rond Los Angeles. Ja, vandaar. Nog iets? Ik doe dat omdat ik dat al 35 jaar doe. Ik probeer als auteur alleen maar te schrijven over dingen die ik zelf heb meegemaakt, zelf heb geleerd, zelf heb uitgeprobeerd, niet over wat andere mensen schrijven. Alles wat ik publiceer wordt nagelezen door de kunstenaars, zodat daar in principe geen fouten in staan. En zo heb ik geprobeerd een corpus te maken, een verzameling teksten, waar iedereen kan op rekenen dat wat erin staat waar is, juist is, geverifieerd door de kunstenaar, en alleen maar gebaseerd op wat echt gebeurd is. En dat is het dan waarover ik later ben gaan lesgeven, wanneer ze mij hebben gevraagd of ik geen les wou geven. Maar mijn basisbezigheid is eigenlijk als filosoof die zich afvraagt wat kunst is of zou kunnen zijn, samenwerken met kunstenaars om te weten te komen wat ze in werkelijkheid doen en hoe ze van één ding komen tot een ander, hoe dat eigenlijk werkt. En jullie kunnen mij over om het even wie, over om het even wat, om het even welke vraag stellen. Of jullie kunnen ook in mijn les zelf iets komen vertellen, zodat ik ook iets van jullie kan bijleren. Oké, voelt iedereen zich goed? Ja? Oké, dan ben ik gelukkig. Bedankt, Dave, Davy. Jullie ook bedankt.